De kaarten van de atmosfeer zijn opnieuw geschud en deze keer zijn de rollen omgedraaid. In Nederland laten we een hele wisselvallige periode achter ons. De zomer klopt voorzichtig al op de deur. De afgelopen dagen is de temperatuur geleidelijk weer wat aan het oplopen nadat we een dipje hebben meegemaakt. En hier op de foto zien we dat in het zuiden van Limburg na een intensieve wandeling in de zon en uit de wind de jas al uitgetrokken kon worden. En dat gaan we de komende dagen nog vaker kunnen doen want de temperatuur gaat nog wat verder oplopen. Maar dat is een groot contrast met het zuiden van Europa. Daar hadden ze in april met extreme hitte te maken. Temperaturen lokaal meer dan 40 graden. En van het ene extreem rollen ze daar in het volgende extreem. Want daar komen nu stevige buien voor. Deze foto kregen wij toegestuurd uit Griekenland. Zoveel regenwater in korte tijd dat de straten eventjes blank kwamen te staan. Nou, dat is niet alleen weggelegd voor Griekenland. En daarvoor ga ik even. Inzoomen naar het Middellandse zeegebied. Daar tolle, continu lage drukgebieden rond. Daar komen buien bij tot ontwikkeling. En dat zijn dus van die stevige hoosbuien. En dat zien we ook aan de berekening van het Amerikaans weermodel. Af en toe verschijnen van die gele oranje, soms zelfs roodpaarse plukken op de weerkaart. En dat zijn uitschieters naar 40, 50 millimeter per uur. Nou, dat zijn zulke grote neerslaghoeveelheden dat dat niet in één keer in de grond kan trekken of afgevoerd kan worden. En dat de straten dan dus blank komen te Staan. En dat is eigenlijk aan de orde in een heel groot deel van het zuiden van Europa. Hij heeft er ook voor gezorgd dat komend weekend de Formule 1 in Italië is afgelast. In die omgeving bijna 200 mm gevallen. Nou, dat zijn echt gigantische neerslaghoeveelheden. Nou, hoe kan het nou dat die wisselvalligheid daar zo vast zit? Daarvoor moeten we even iets verder naar het noorden kijken, want wij hebben te maken met een volledig geblokkeerd stromingspatroon en dat komt door dit hoge drukgebied in de buurt van de Azoren. Die maakt een uitloper over het Noordzeegebied helemaal richting de Baltische Staten en die gordel van hoge luchtdruk zorgt ervoor dat die lage drukgebieden in het Middellandse Zeegebied als het ware een beetje gevangen zitten daar en dat ze daar dus ook nog niet van die wisselvalligheid af zijn. Nou die gordel van hoge luchtdruk zorgt ervoor dat wij met stabiel weer te maken hebben, dat er ook weinig neerslag wordt verwacht. Maar tijdens het weekend gaan we wel even een tijdelijke onderbreking meemaken, want dat lage drukgebied vanuit Italië gaat tijdelijk even zijn invloed iets naar het Noorden uitbreiden. En dat betekent dat wij zondag overdag iets meer met een zuidelijke wind te maken kunnen krijgen. En met die oplopende temperaturen zorgt dat ervoor dat vooral in het binnenland een paar buien tot ontwikkeling kunnen komen. We zien ze hier in de berekening verschijnen en dat uh, kunnen ook wel eens onweersbuien zijn met die wat broeierige warme lucht. Dus tijdelijk even een onderbreking. Die gordel van hoge luchtdruk wordt dan wat naar het noorden weggedrongen, maar dat is van relatief korte duur, want na het weekend gaat die zijn invloed weer naar het zuiden uitbreiden, zakt die weer af. Blijft de wisselvalligheid in het zuiden van Europa en vindt er weer een herhaling plaats? Eigenlijk heel vergelijkbaar met het weer wat we deze week hadden. Want ook weer op dinsdag en woensdag, als die gordel van hoge luchtdruk weer terugkomt, hebben we tijdelijk even een noordenwind, een dipje van de temperatuur. En later in de week gaat de temperatuur weer oplopen. Ja, en door die gordel van hoge luchtdruk krijgen wij te maken met een noordoosten tot oostenwind. En dat zorgt ervoor dat er milde lucht onze kant opgevoerd wordt en dat de temperatuur geleidelijk dus wat gaat oplopen. En dat we weer in de buurt van die 20 graden gaan komen noemen we een warme dag. En misschien komt zelfs wel de eerste lokale zomerse dag van het jaar eraan. Een oosten-noordoostenwind voert dus die wat mildere lucht onze kant op. En dan zien we dat op maandag de temperatuur in het binnenland richting die 23 graden gaat. En als het allemaal een beetje meezit. wat zonneschijn, bewolking en wind betreft, dan kunnen we dus wel richting die 25 graden gaan. In de nieuwe week op dinsdag en woensdag tijdelijk, dus even een noordenwind. Dan wel een dipje van de temperatuur, maar daarna dus geleidelijk weer oplopend. En al die wisselvalligheid in het zuiden van Europa zorgt ervoor dat ze daar niet of nauwelijks meer bij 30 of 40 graden in de buurt komen. Dus dat die extreme eventjes voorbij zijn. Gaan we nog heel even terug naar Nederland. Ik heb hier de pluim meegenomen voor het zuidoosten van Nederland. En dan zien we dat vooral op maandag de kans het grootst is dat we zo'n zomerswolk dag gaan meemaken, meer dan 25 graden. Die kans is nu ongeveer 15 à 20 procent. Een heel klein balkje zien we ook op de zondag al tevoorschijn komen. Nou, daarna steekt die noordenwind even weer op, zien we een dipje en wat verderop in de termijn loopt die kans geleidelijk weer op. Tropische dagen van meer dan 30 graden, die zitten er voorlopig nog niet aan te komen. Nou, nog even kort samenvattend, in Nederland eerst zonnig en droog met geleidelijk oplopende temperaturen. Op zondag en maandag kans op een onweersbui, vooral in het binnenland, tijdelijk wat koeler, daarna weer oplopende temperaturen en in het Middellandse Zeegebied vol op wisselvalligheid met soms stevige hoosbuien.